Iedereen moet eigenlijk wel altijd wel lachen om de mensen die altijd ragen. En zelf rage je ook. En dan is het eigenlijk altijd wat minder leuk. Want dan is je controller kapot, je bureau kapot, je kast kapot, je muur kapot. Noem alles maar op, alles is kapot. Maar vandaag gaan wij reageren op mensen die gewoon knijtersboos worden in Nederland. Oké, we hebben QC. QC was altijd de leukste Fortnite-speler, echt waar. Hij kon er gewoon vrij weinig wat van. Ja, ik heb geen zin om naar te kijken. Hij kon helemaal niks eigenlijk. Hij kon alleen leuk. Hij was gewoon leuk om naar te kijken. Oh, genoescoot. In één schot met wacht down! Ha, take the hell. Dit kan hij niet hebben hoor. Oh, ik ben. Jongens, oh, mijn bloed is zo aan het koken. Mijn bloed is zo aan het koken. De frustratie, jongen, ik snap het ook gewoon. Dit kan je niet menen, man. Dit kan je echt niet menen. En dan denk ik. Is het noscope of zo? Jongens, ik ben nu echt geïrriteerd. Ik ben echt geïrriteerd. Gewoon eten, altijd eten. Ik zit gewoon. Pizza's te eten. Dat is altijd een thuis. Godverdamme, jongens, echt. We hebben de boze QC weer terug, ik zweer het je. Ze hebben echt de boze QC weer terug. Ik vind het zo'n geweldig vent. Ik ben een. Oh, en royalistic. Niet heel goed tegen zijn verlies kan. En als dan de hele tijd dit soort shit gebeurt! Oh, die headset. Oh, goeie loot, though. Volgens mij werd hij hier toen gestreamsniped, volgens mij. Of niet? Of, kan dat kloppen? Dan ben ik er gewoon. Ja, hij is sowieso gestreamsniped. Hier hebben we onze Pietorbe. Is een tijdje. Hij was wel goed, zeg maar. Hier had hij nog 43.000 abonnees, hè. Zo hard gegaan door Fortnite. Over het oog getrapt. Gewoon blijven schieten. Ik voel zijn frustratie, ik voel het. Jongens, dit is zo spannend. Oh, hebben we QC weer? Nou, die gaan we denk ik wel vaker zien in het lijstje. Ja! Ik was net aan het praten, man! Je kan me niet zo ontnemen, joh! Ik had die stilmotor staan, man! De gouden regel! De gouden regel! Ah, fuck af, man! Kut! Oh, jammer, man. Kut! Hij wordt boos, jongen. Ik vind het geweldig. Ik vind QC zo mooi. Oh, we hebben Enzo weer. Oh. Tegen wie fucking speel ik? Ninja of zo? The fuck is dit? Oh, boy. Impulse grenade, kom naar me toe. Shot me even met die shotgun. Ja. Ja, dan weet je dat je wel uitgepakt bent. Toch soms zin om alles, gewoon echt alles uit te schreeuwen. Oh, jongen. Mijn buurman is aan het slapen, man. Ja, dat kan het niet. Ja, nu doe je het wel. Ik was net zo lekker bezig en mokkel met zijn granaten, joh. Fuck off, joh. Ik moest hem ook hebben. Ik moest hem gewoon daar snijpen. En dat deed ik weer niet. Ik was zo lekker bezig, man. 5 kills had hij. Die gaat hij alles... Oh, ik had alleen 41%. Ik hoefde hem maar één keer te raken. Oh, je kan me niet zo ontnemen, man, papa. Zo kan je me niet ontnemen, man. Ja, die QC gaan we heel vaak zien in het rijtje. Ik wil hem nog hebben. Hoeveel leven had hij nog? Ja, hij had veel leven, man. Rot toch op, man. Oh, QC weer. Jongens, ik baal er echt van. Hij heeft niet gewonnen, volgens mij. Echt van. Ik had het gevoel van, oké, 2-2. Let's go. Dit ga ik redden. Iets, maar ik denk, ik moet nog boven dat muurtje uitkomen. Dan kan ik blazen, toch. En ik ben... Shit, man. Gewoon één headshot, gewoon klaar. Wat ik al zei, hè. Ik heb een paar kogels nodig. Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Ik pak de winkelkar. Wow, waar kom jij vandaan? Oh my god. We gaan hem finishen met de scar. Oh, Roy wordt boos. Enzo vond ik altijd best wel een goede speler met Fortnite. Oprecht. Hij had altijd de raarste dingen. Hij ging altijd van 30 meter ging hij dan met de shotgun schieten. En alsnog killde hij dan mensen. What the fuck, maar hij is wel ziek. Ik ben juist wel ziek. Dit ook. Het lukt de eerste keer niet, maar gewoon de derde keer nog een keer proberen. Misschien gaan die kogels wel een keer goed. Misschien moeten we hier even kijken in het bos. Ze slopen net boven. Roy bouwt. Nee, dat is QC weer. Zijn ze? Hier zo op... QC bouwt omhoog, QC bouwt omhoog. Wat doet hij? Wordt naar beneden geschoten. Oeh, headshot. Kom hier, kom hier. Kom hier, ik heb iets voor je. Wacht. Zo, ik ben vies. Het is wel Roy, denk ik. Ja, dit is Roy.
Aim assist for life. Nee! Oh, eentje is knocked! Oh, you got this! Oh, Goosey. Ja, dit is spannend voor hem. Kijk eens weten, kijk eens weten. Hij zit boven je! Hij zit te zweten boven. Kom dan! Hey, hey, hey! Hij zit bij je, pas op. Oh, QC. Hij is van deze man. Sluit ons in, Q! De boos kills van QC. Hij zit hier! Oh, dit is veel te spannend, mensen. Wat gaat hier gebeuren? Nee! Oké, dit is King Amalchi voor de mensen die hem niet kennen. Maar ik denk dat iedereen hem kent. Wordt lastig gevallen de hele tijd. Wordt beschoten. Geen match! Oh, geen match. Geen match! Ja. Yeah. Geen match! Ik moest nog maar één kill! Maar is dat Fortnite zijn schuld of je eigen schuld? Dit, ik denk... geen match meer. Ja, eigen schuld. Dan kom ik tegen tryhard. Ja, dat Eén wel. Kill hoef ik maar, man. Eén kill. Oké, hier hebben we Enzo mensen die dan in de storm gaat rennen. En die storm doet aardig wat HP. Misschien heeft hij dat allemaal opgepakt. Die doet aardig wat damage, de storm. Hij kan serieus dood op 5, nee, toch? 4, 3, 2, 1. Ik heb het overleefd. Niet dus. What the fuck? Ja, ik zal het wel. Wat is dit voor spel? Wat is dit nou dan? Ah! Wat is dit nou? Enzo wordt eigenlijk nooit echt boos. Verdomme, heel mijn muismat eronder. Godver. Maar als Enzo boos wordt, wordt hij ook goed boos. What the fuck? Oké, dit is natuurlijk Gamers for Real. Die kent natuurlijk iedereen wel. Dat ik wel. Oh, hij wordt ook gek. En vroeger race quitte hij ook nooit. Ja. Als iemand hier aan het vliegen is, natuurlijk, dan snap ik dat. Oh jongen, je hele headset kapot. Ja, die is wel flink kapot ook. En daarna baal je, want dan denk je van fuck, hoezo is die nou kapot? Hoezo heb ik hem nou kapot Hoezo heb ik niet gewoon een boxbal hiernaast? Maar dat denk je dan op dat moment. Dat denk je gewoon. Vond je dit nou een leuke video? Moet ik nou vaker reageren op mensen die gewoon lekker race quitten? Of misschien de beste Nederlandse top Fortnite spelers van vroeger? Laat me het weten in de reacties. Doe even zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook even zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur bij een goed nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd bedankt voor het kijken. En later.